Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend, 6 uur, zien we nog veel bewolking boven Nederland, maar boven het zuidwesten waren er brede opklaringen. Die wolkenvelden trekken in de loop van de dag weg, en dat betekent dat op steeds meer plaatsen de zon gaat schijnen. Vanochtend blijft het al droog, en ook vanmiddag valt er nergens regen, en schijnt dus overal geregeld de zon. Maar het meest zonnig is het in de westelijke helft van het land. De temperatuur loopt uit een van zo'n 11 graden op de wadden, 13 graden in de kustprovincies, tot 15 graden in het binnenland. Aan zee waait er nog steeds een stevige wind, windkracht 6. Vanavond is het in eerste instantie nog helder, maar in de loop van de avond en nacht gaat er opnieuw bewolking en nevel ontstaan. En morgen overdag hebben die wolken de overhand. Van tijd tot tijd breekt wel de zon door en blijft ook overal droog, maar het is dus meer bewolkt dan vandaag. Temperaturen morgen 11 tot 14 graden en de wind die verandert niet. Dinsdag is het in eerste instantie nog droog. Later op de dag, waarschijnlijk in de tweede helft van de middag en avond pas, komen er vanuit het noordwesten buien opzetten. Woensdag valt er eerst nog een enkele bui, daarna wordt het droog en breekt de zon door. En donderdag zou zomaar eens een hele fraaie dag kunnen worden, met temperaturen die in het zuiden oplopen naar 18 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl